Hallo vannacht, welkom weer bij Vloggen met Sven en Nicky. Vandaag zijn we hier bij Biespop en het Regenboogfestival, de pre-party, toch Nicky? Ja. Ja, en zometeen na de intro hebben we twee bijzondere evenementorganisaties van Koraal Regio Parkstad / Op de Bies die we gaan interviewen. En kijk, we zitten al eigenlijk op de opbouw, hè Nicky? Ja. Maar er moet nog heel veel wat gebeuren om deze Biespop en het Regenboogfestival goed voor te bereiden. Ja. Dus heel veel kijkplezier naar weer een nieuwe Vloggen met Sven. Adieu. Nee, dat zeggen we als we afgelopen ja. Is. Afgelopen, ja. Ja, maar we gaan nou naar de intro. Is dit wordt nu gestart. Hallo vannacht, welkom weer bij Biespop en het Regenboogfestival pre-party. Vandaag zijn we weer met Vloggen met Sven en Nicky. Ja. Nicky, ja, afgelopen zondag ben je jarig geweest. Ja. Hoe was dat op Pinkpop? Wel leuk, ja. En wat ga je dit weekend doen? Bij Biespop. Filmen. En dat ook. Filmen, ja. Ja, dat helemaal. En we gaan zo meteen met Grafke en Robin een interview houden. Hoe hun daar zin in hebben. Dus heel veel kijkplezier naar de pre-party. Ja. Hey yo, ik wil niet te dramatisch doen. Welkom terug. Hebben we er allemaal een beetje zin in, Robin? Ik heb er heel veel zin in, ja. Ik heb er echt heel veel zin in. En wat is dit weekend te doen? Pinkpop, toch? Pinkpop? Wat hebben we dan op? Oh, Biespop. Oh, sorry, ik had me even vergissen. Ik zit helemaal in die Pinkpop sfeer. Ja, en wij niet. Ja, jullie zitten... Grafke, jij zit altijd te klagen waarom ik niks van Biespop of het Regenboogfestival aan heb. En kijk wat ik nu aan heb. Goed, ik ben trots op je. Ja, dit keer geen Pinkpop, hè? Ja. Maar wel het Regenboogfestival van een Biespop. Hoeveel zin heb jij dan erin? Ik heb er super veel zin in. Dat is elk jaar weer. En welke artiesten komen dan, Robin? Ja, we hebben in de aanbieding, hè, Lotte Walda. Die kennen we nog wel even eerder jaar. We hebben Billy Spandex, Common Sense en meer. En meer. En Kovo. Niet alles verklappen, want ze moeten even kijken op onze Facebookpagina. Ja, Koraal Regio Parkstad, sluit ze op de bies. En Rafke, het Regenboogfestival, kan jij daar ook wat meer over vertellen? Ja, we hebben dit jaar Amistura uit Maastricht, een samba band, en die komen met ons openen voor een hele regenboogoptocht over het terrein. En daarna wordt het geopend, hebben we een uur lang een heel afwisselend programma. Met burlesque dansers, drag queens, alles erop en eraan. En dan komen ze ons mooi verrassen met een optreden van een half uur. Oeh, ja. Ja. En dan vervolgt de rest van het programma met als toetje de DJ's van Radio Koraal. Ja, en dat mogen wij ook al bij deze Vloggen met Sven van Koraal Media bekendmaken. En dat is Chino, Kevin en ik, Sven, gaan de hele hitlijst presenteren van 10 tot 1. En we hebben al een hele leuke hele leuke 40 tot 11 hebben we al gedraaid. Toch, Nicky, heb je gisteren geluisterd? Gisteren heb ik niet geluisterd. Oh ja, dat kan gebeuren. En nou gaat de telefoon. Nou, ga maar snel weg. We hebben het druk, we moeten door. Want er komt vandaag code geel even nog heel snel, hè. En, ja, ondertussen gaat er wat telefoon. En code geel, hoe snel moet die tent voor vandaag af zijn? Heel snel, we zijn vanochtend al vroeg begonnen. We gaan nu alle tenten vastzetten met betonblokken, zodat we geen vliegende tenten gaan krijgen. Ja. Dat kan natuurlijk gebeuren, hè? Ja. Als de wind onderkomt. Dus wij gaan weer aan het werk. Ja, en wij gaan nog even met Nicky even kijken hoe de opbouw gaat. Toch, Nicky? Ja. Nou, Nicky, heb jij nog wat te vertellen? Nee, eigenlijk niet. Kom, we gaan gewoon lekker feesten. Ja, maar dit is een noodgeval. Ja, we zijn hier bij Biespop Foto en we gaan kijken naar de samenvatting van het jaar daarvoor.
put your hands up, put your hands up, surrender, surrender. Zo, we gaan nu kijken naar het Regenboogfestival van vorig jaar 2022 na deze samenvatting. Tot zometeen, dan gaan we verder met de opbouw. Bedankt Nicky voor Abby's pop-reportage. Dag Guido. Goedemiddag allemaal. Wat fantastisch om hier te zijn vandaag bij dit Regenboogfestival. Eindelijk zou ik willen zeggen. Jullie hebben zo lang moeten wachten door corona. En eindelijk is er dit festival. Vooral op initiatief van Guido. Fantastisch. En ik zie allemaal blije gezichten. En ik ben heel erg trots op jullie, op Guido en op Koraal dat dit wordt georganiseerd. Want iedereen... Hallo, van harte welkom weer terug. Ja, Robin, onze enige echte stagiaire die ook bij Cora Media was en nu bij RV de activiteitencommissie doet regelen. En Robin, je bent geslaagd bijna en je hebt dit hele... Ja, proficiat namens ons. Je hebt voor Biespop en het Regenboogfestival dit mooie evenement weer voor ons klaargemaakt. Wat heb je allemaal eigenlijk gedaan? Ja, wat heb ik niet gedaan? We hebben natuurlijk alles samen gedaan, maar... We hebben de line-up geregeld, ik heb alle posters op Facebook gemaakt, ik heb de line-up posters gemaakt, heel veel design en natuurlijk het opbouwen, hè, want we hebben natuurlijk van allerlei patenten moeten opzetten en het feestje compleet maken. Ja, en het feestje gaat aanstaande zaterdag en zondag van start, maar we hebben ook iets nieuws, hè, dit. Ja, wat jij aan hebt, dat hebben wij nieuw dit jaar. Hè? Ja. En dat kunnen mensen natuurlijk kopen. Dat kunnen ze doen op het festival zelf, want dat zal een merchandise stand zijn. Oh, maar leuk. Ze kunnen dit natuurlijk ook al eerder doen. Kom dan even langs bij RNV en haal dit mooie shirtje en hoedje. Ja, en kaarten, zijn die nog voor te koop? Kaarten zijn ook te koop, ook via onze afdeling RNV. Maar dit jaar ook iets nieuws wat ik op heb gezet en dat is de online ticketverkoop. En dan moeten jullie even op Facebook kijken en daar zien jullie een linkje staan. En Koraal, regioparks.slash/optibies Facebook. Ja, en vandaag een actie om 3 uur online, een 15% korting actie op het weekendticket. Dus dat is nog voor jullie. Ja, kom dat zien. En bedankt Robin, echt gefeliciteerd. En dit was ook meteen een vloggen met Sven, de pre-party van het Regenboogfestival en Biespop. We hebben er allemaal zin in en ik ga regie doen. En jij? Camera. Camera, filmcamera. Nee, dat mag niet onderwijs. Dat mag helaas niet als Sven de regie aan als Cora Media. Dus, dit was het. Doei! Doei!